Waar ben je nou, Jan? Hé, hey Jan. Ja, Henk. Ik was je aan het zoeken. Wat ben je doen dan? Ik ben 7 punten kwijt. Dus ik ben aan het kijken waar die dan eventueel zouden moeten liggen. Nou, hier niet. Nou ja, voorlopig ben ik ze kwijt. Dus daar ben ik lekker mee. Dus het verhaal van vorige week is niet helemaal overgekomen natuurlijk. En dat vind ik wel jammer. Terwijl het zo'n duidelijk verhaal was. Ja, dat vond ik eigenlijk zelf ook wel. Ik denk, ja, als je dat niet snapt, ja, hoe eenvoudig kan je het uitleggen. Maar het ging zaterdag niet goed. Laat ik dat duidelijk in zijn. Maar even serieus, het ging echt niet goed. Ik vond dat we eigenlijk voor het eerst een zwakke wedstrijd speelden. In die zin, zeker in balbezit, als je dan toch populair mocht gaan praten. Ja, dat was niet geweldig. We maakten steeds de verkeerde keuzes. Ik vond dat we ook niet fel genoeg waren. We werkten wel hard, zoals dat leek het op, maar dat echt een scherpte missie. Al moet ik dan zeggen, in de tweede helft had ik wel het idee dat we na rust iets beter gingen voetballen. En we brachten Jordan Rolfink in na een kwartier. En open om daar wat meer druk op te zetten op de verdediging. Ja, toen maakte de keeper helaas een foutje. En dan zie je de kopjes omlaag gaan. En speel je eigenlijk een verloren partij. Het was wel heel slecht, Jan. Ja. De andere wedstrijden hebben per wedstrijd toch wel 5, 6, 7 kansen gecreëerd. En nu volgens mij 1 of 1,5. Maar eentje, we hebben 1 kans gecreëerd. Dat vond ik wel heel zwak. Maar goed, die wedstrijd heb je ertussen. Dat, En je kent het Dynamo-motto, hè? Dat is? Optimisme is een morele plicht. Die moet ik even opschrijven. Ja, dus als je toch... Optimisme is morele plicht. Oké, nou dat... Blijf erin geloven, zeg maar. Ja, nee, maar dat is het verhaal niet. Maar ik moet feitelijk aangeven wat er gebeurd is. Dat is dat we slecht speelden. Ik kan namelijk gaan zeggen van ja, nee, maar het kwam doordat we verkeerd kantelden. En de linies sloten niet goed aan, waardoor... dat is allemaal onzin. We speelden gewoon niet goed. Nou, ik denk dat dat wel een keer kan. Want die andere wedstrijden was het niet zo dat je slecht speelde en daardoor ook verloor. Want dat, tegen Quintus uit speelde je gewoon een behoorlijke partij. Kon ze op hun helft veel kansen creëren. Ja, en die wedstrijd verlies je door momenten. En nu verlies je ook die wedstrijd door momenten. Maar we speelden ook niet goed. En dat was gewoon heel jammer. Zaterdag komt op bezoek Naaldwijk. Ja, oude bekende natuurlijk voor Dino. Ja, en ook voor mij. Ik ken ze natuurlijk ook wel uit andere jaren. Ik zou zeggen, laten we dan ook wel op tijd beginnen. Anders hebben we dat... Nou, we beginnen al iets later, toch? 2:45? Nou, 2:30. Daar heb je het al. Ja, nee, ik hoop dat de rest van de ploegen ermee akkoord gaat in de afdeling. Ja, dat weet de bond al, dus daar kunnen ze niks tegen doen. Maar in ieder geval, ja, dat zijn weer speciale wedstrijden. Naaldwijk staat er ook niet zo goed voor natuurlijk. Ook een degradant. En jullie kennen Naaldwijk van vorig jaar natuurlijk 2 keer, of de afgelopen jaren, meerdere keren deze gespeeld. En nu kom je ze weer tegen in de competitie. Ja, dus even... Ja, daar zullen we ons goed tegen moeten wachten. Ga je ingrijpen na afgelopen zaterdag? Zeg je van, het moet anders? Ja, ik kan wel stellen dat we, en dit doe ik niet persoonlijk alleen, dat doen we Steven van de Kruk met mij saampjes praten erover. En ook zelfs met Stuart. We hebben ook voor de training dat helemaal besproken. Op het bord uitgelegd aan elkaar van hoe we zouden kunnen denken dat we moeten spelen met welke spelers. Ja, daar zullen wel wat wisselingen zijn. Ja. En die ga ik nou niet bekendmaken, maar... ik vind wel dat noodzakelijk is als je natuurlijk... Want even voor de goede orde, je bent ook verantwoordelijk voor Dynamo 2. Alles bij elkaar kreeg je toch aardig wat doelpunt om de oren als verantwoordelijke voor Dynamo 1 en 2 afgelopen zaterdag. Ja, maar ik denk dat je de afgelopen wedstrijd van Dynamo 2 niet als structureel kan zien over de hele competitie. Ze hebben natuurlijk ook 2 keer gewonnen. En nu was zaterdag speelden ze met, na 20 minuten geloof ik al met 10 man. En in de rust stonden 3-1. En na rust is dat op een of andere manier helemaal... misgegaan. Er liepen ook nog 2, 3 spelers in die niet fit waren. Eén met een gekneusde rib en een ander die in die week aan zijn neus geopereerd was. Dus ja, dan loop je toch niet met de meest topfitte spelers in voetbal. Ja, die gingen een keer onderuit. Nou ja, dat kan gebeuren. En, nou goed, wij hebben met 2-0 verloren. Dat is natuurlijk ook geen score. Dat is echt schandalig dat je met 2-0 van Zempel kan verliezen. Maar bij elkaar heb je een doelsaldo van 12-1. Ja, dat is niet goed. Nee. En dat is wel hoofdverantwoordelijk. Moet ik me daar niet 13-1, Jan. 13-1. Dat was 11-1, meid. Was het 11-1 bij 2? Was 10-1. Ik dacht 10-1. Nou, was 10-1. Maar goed. Nee, 10-1. Wat jij wil, jij mag het even terugkijken op... Nee, we gaan vooruitkijken. Oh, maar jij begint zelf. Ik stel de vragen en jij geeft antwoorden. Nee, je hebt gelijk ook, als ik dat ook nog moet doen. Vooruitkijken. Ja. Je gaat het een beetje anders doen. Ja, we gaan het anders doen. En daar geloven we ook weer in. We zijn natuurlijk, als we heel eerlijk zijn, Stefan en ik, toch het hele seizoen al wel een beetje zoekende naar de juiste formatie. Ja, en dat is ook logisch.
als je de ene wedstrijd wint en de week erop weer verliest en dan weer een wedstrijd wint en dan weer verliest, ja, dan blijf je natuurlijk een beetje scharrelen in het rand van, ja, is dit wel de juiste groep waar we mee moeten spelen? Dan terug naar de doelstelling. Het was plezier hebben en lol maken en prestaties neerzetten. Ja, nou, dat gebeurt door de week zeker. Plezier en goed trainen, dat is door de week is dat sowieso geen probleem. Maar in de wedstrijden is dat eigenlijk om de week met veel plezier en dan een week minder plezier. En dan weer een week vol veel grappige toestanden. Maar, dus dan gaan we ervan uit. Vorige week was het in mineurstemming en nu deze week gaan we weer plezier maken. Oké, en voorlopig maar even verder zoeken. Nee, we hoeven niet te zoeken. Ik heb die 7 punten nu wel gezocht. Ik heb ze ook gevonden na het gesprek met jou. Dus we gaan vooruit kijken, dus ik moet niet meer zoeken. Volgende week? Geweest is geweest. Volgende week om deze tijd? Nog één keer je motto van Duno. Was dat... Nee, dan moet je het bandje even terugkijken. Shit. Plicht is een moreel besef. Besef is een morele plicht. Nou, in ieder geval, we maken veel plezier en we gaan zaterdag winnen van Naaldwijk met 3-1.